Vandaag gaan we de accu vervangen van de Suzuki Celerio. En we konden merken dat die minder werd, omdat het stop-start systeem minder vaak aansprong en steeds langer duurde voordat het ging functioneren. En bij een accutest voor de wintercontrole kwamen we erachter dat de accu aan vervanging toe is. Na een jaar of 7 is het niet verwonderlijk dat de accu dan minder wordt. Goed, ik heb online een nieuwe accu besteld. Waarom doe ik dat? Als ik bij de dealer ga, vroegen ze bijna €370. En nu koop ik een minstens een goede accu voor nog geen €118. Terwijl het wel een merkaccu is met stopstart. Deze auto beschikt over een stopstart systeem. Dus dat betekent dat je een accu moet hebben met bepaalde voorzieningen. Dat heeft deze auto. Wat heb je nodig? Nou, topje 10, ratio en dingetje. En wat je altijd mee begint, haal eerst de minpool los. Want als je bijvoorbeeld zo tegen iets aankomt van metaal, als je de pluspool doet, zo voorkom je dat je geen vonken krijgt. Nu draai hem los. Zo. En met één beweging haal ik hem los. Nu is de accu spanningsloos. Nu kan ik veilig, zonder poeha, de pluspool verwijderen. Dus belangrijk, eerst de minpool en daarna pas de pluspool. Dan halen we de... Uiteraard moet het contact uitstaan. Nadeel is wel dat je zenders informatie kwijt kan zijn als de accupool los is. En je dagteller stand en dat soort grapjes. Nou, dan leggen we het even aan de kant. Alles is nou vrij. Ja. Haal hem in één keer eruit. Nou, deze auto is een bak van kunststof. Is hij van metaal? Kijk even of je geen corrosie en roest hebt. Want bij sommige accu's dan komt er gewoon troep uit. Vloeistof. En het vreet de lak weg en dan gaat hij roesten. En als je dan zo kijkt, kan je dat even inspecteren. Maar dat hoeft bij deze niet, want dat is allemaal kunststof. Nou, hier heb ik de nieuwe accu. Nou, die past dus heel mooi. Ja, dus topjes halen we eraf. Nou, om te voorkomen doe ik een heel klein beetje. Nou, ik smeer altijd een heel klein beetje vaseline op de polen van de accu. Waarom doe ik dat? Waar het vet zit, kan geen vocht zitten en dus ook geen corrosie. Nou, rot natuurlijk loopt niet, maar je krijgt altijd zo'n oxidatielaagje. En wat je ook altijd hebt, dat je altijd van die enorme hoeveelheden krijgt. Ik moet er andersom. Inderdaad, goed kijken. Hier staat een plusje op, daar staat een minnetje op. En wat ik ook altijd doe is, kijk deze dingen altijd na, de polen. Die terminators die moeten echt gewoon hartstikke schoon zijn. Doe daar iets doorheen. Een schuurpapiertje of zo, iets dergelijks, of iets anders. Dat je even tot op het kale materiaal hebt. Zo, dat is genoeg. En vervolgens smeer ik hier gewoon op het boutje goed vaseline, zodat hij schoon blijft. Stelt allemaal niet zo heel veel voor. Hier heb ik de boutjes, hè? Zie je dat? Ik heb een heel klein beetje vaseline gedaan op de boutgaatjes. Zodra ik hem vastdraai, pakt hij dat op.
En dan gewoon vast. En zorg dat hij gewoon mooi goed vast zit. Dat die haken precies daarachter grijpen. Gebeurt er helemaal niks mee. Gaat ook niet roesten. Nou, en als laatste sluit ik de minpool aan. Doe dat in een vloeiende beweging, dus niet half erop, nee, gewoon één keer ferm, zo dus. Ja, ik had er al vet op gesmeerd, vaseline. Nou, nog een heel klein beetje hierop, die gaatjes. Anders krijg je die enorme partijen met bloemkolen en zo, en andere reacties. Deze auto kan weer starten. Let wel op, gewone auto's hebben gewoon een loodaccu zoals vroeger. Tegenwoordig met die energietoestanden hebben auto's SFM en AGM accu's. Dat is voor een stop-startvoorziening. Sommige accu's moet je inleren bij de dealer. Maar eigenlijk is dat een doorzichtige truc om je bij de dealer de accu te laten vervangen en je te laten afzetten. Want veel garages rekenen een belachelijk tarief. Doe ze niet zelf, maar via de importeur natuurlijk. In principe, als je een accu had met exact dezelfde specificaties, dezelfde amperage, dezelfde koude startstroom, dezelfde koude startstroomvoorziening, zou het in principe niet uitoefenen, want het is natuurlijk de een voor de ander. Want in die accu zelf zit geen chip, het is gewoon een plastic bak met separatoren en alles. Kleiner zou je het wel moeten doen, groter niet per se, maar dan gebruik je die extra capaciteit niet. Maar als die ongeveer exact is, zoals deze, dan zou ik daar niet aan doen. Goed. Nou, dit was de accu. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei!